Goedendag, nou, nog even terugkomen op het weerbeeld van woensdag. Want toen hadden we te maken met zo'n zogenaamd open weerbeeld. Ja, en dan spreek je over wanneer stapelwolken en zon elkaar afwisselen. Ja, en dan komen de fo mooiste foto's op me af, zoals ook deze, hè, gemaakt langs onze kust. En ja, dan zie je heel mooi die stapelwolken met ertussen door die stukken blauw. Nou, dit weerbeeld overigens verwacht ik ook voor komende zaterdag. Vanochtend had het te maken met een prachtig morgenrood. Ook daar een aantal foto's van binnen gekregen. Je ziet hier de zon net uit de veren komen. En wat ook heel leuk is om te zien op deze foto: niet alleen die rode gloed, maar ook die valstrepen van een bui wat hier passeert. Echt een hele mooie foto. Je kunt ze trouwens nog nakijken op rijnmond.nl. Nou, vanavond en vannacht nou, verandert er niet zo gek veel in het heersende weerbeeld. Het is redelijk rustig, want de wind gaat wat afnemen. Temperaturen een graad of 11. En op de maasvlakte een graadje hoger. En het blijft op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. Dat geldt trouwens ook voor een vrijdag. Dan overheerst de bewolking. Het lijkt wel een beetje op het weerbeeld van vandaag. Er kan een spatje vallen, maar dat mag niet veel voorstellen. Temperaturen een graadje hoger. Een graad of 17. Dus ja, wat dat betreft is het weerbeeld. Egaal verdeeld over de hele regio. Ik kan weinig nuanceringen aanbrengen voor het Rijnmondgebied. En de een matige zuidwestenwind windkracht 3 of 4. In de nacht naar zaterdag passeert een zwak koufront met een beetje regen. Zaterdag dus dat open Hollandse weerbeeld met zon- en stapelwolken: wel nog kans op een bui. Een graad tot 15, een wat aantrekkende wind uit het Noordwesten. En de dag van zondag beste kijkers, is op dit moment zeer onzeker. De computermodellen lopen uiteen. Of het gaat in de loop van de ochtend of middag regenen. Of pas s'avonds. Dus dat is echt nog koffiedik kijken. Ik ga er nu van uit dat de dag met zon begint. In de middag een toename van de bewolking en in de avond regen. Maar dat kan dus nog veranderen bij temperaturen van de graad of 15. En begin volgende week hebben we te maken dan met wisselvallig weer. Ten slotte nog de vrije soms opkomst ook van vanochtend. Het kan allemaal niet op hier in Papendrecht. Maakt u nu ook van dit soort weerfoto's? Nou, u kunt ze insturen naar het welbekende e-mailadres. Maak er nog een mooie dag van. Heel graag tot morgen.